Om de tanden en het tandvlees van je hond gezond te houden is het belangrijk dat je ze regelmatig poetst. Als je daar een stappenplan voor gebruikt, dan kun je de hond daar geleidelijk aan laten wennen en gaat hij het uiteindelijk nog leuk vinden ook. Wat heb je daarvoor nodig? In principe heb je nodig een tandenborstel met middellange haren van de juiste maat. Dan heb je daarvoor speciale hondentandenborstels met een grote borstelkop voor de wat grotere rassen, zoals de Duitse herder en de Duitse staande, en de wat kleinere rassen zoals Chihuahua's en Yorkshire Terriers. In principe kun je ook een hele zachte mensentandenborstel gebruiken. Daarnaast is het heel belangrijk dat je altijd een rustige plek opzoekt en ook een speciale hondentandpasta gebruikt, zodat de hond rustig aan alle handelingen kan wennen. Er zijn 5 stappen om je hond te leren wennen aan het tandenpoetsen. Maar voordat je aan het stappenplan begint, eerst nog een paar belangrijke tips. Zorg in ieder geval dat je zo'n poetsbeurt niet te lang maakt. Dus het liefst van een paar seconden tot een paar minuten. Daarnaast zorg in ieder geval dat het in je eigen routines past. En het maakt niet uit op welk moment van de dag, als het maar wel elke dag op hetzelfde moment is. Herhaal elke tussenstap totdat je hond er echt aan gewend is. En beloon hem er ook voor als hij het goed doet. Daarnaast moet je natuurlijk wel ervan uitgaan dat niet elke hond hetzelfde is. Dus de ene hond pikt dingen sneller op dan de andere. Oké, ben je er klaar voor? Bekijk dan mijn filmpjes over tandenpoetsen in 5 stappen.